Godrooi, nu ik je zie na al die tijd. Het heeft me wel gespeten hoor, dat het tussen ons niet ging. Aan mij lag het niet, Doera. Weet je dat er steeds op je valt? Ik kwam de laatste tijd weinig meer in Amsterdam, hè, sinds je verhuisd was naar de Veluwe. Prachtige streek, ja, ik had hier niks meer te zoeken. Maar nu gaat het dus weer komen. Zeker de hele nacht doorgehaald, hè? Zou je wel een loei van een kater hebben? Ik was in een nieuw bordeel, heb ik even gelegen. Ha, nog steeds dezelfde, over sext. Was je ook nog in de Habama, hè? En in de Warmoestraat? Ja, ik kom er nooit door, maar ik hoor wel eens wat. Allemaal niet veel aan. Oh ja, een travestietenshow in de Paardenstraat. Daar heb ik wel even gelachen. Travestieten, dat vind ik zo naar. Wat denk je dat dat oproept bij de hetero's? De gay games hadden we ook nooit moeten doen. En in de arena hadden ze hele leerfestijnen, hoor ik. Met de SM-act en van alles. Kijk, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar nu de homo-haat weer op losbarsten staat, kunnen we ons beter een beetje gedijst houden. Nou, Aldo, we horen er nou toch helemaal bij? Dat had je gedroomd. We hebben tienduizenden Mohammedaanse fundamentalisten binnen de grens gehaald. Stuk voor stuk rabiate homo-haters. Denk je nou heus dat dat voor ons geen gevolgen heeft? Die moeten nog aan onze opvattingen wennen. Daar zijn inburgeringscursussen voor. Oh, dat werkt heus wel door. Wat had je gedaan? Ben je soms stekenblind? De groep om moraal is hier ook gigantisch hoor. En als blank en bruin elkaar vinden op dat punt, hè, de moraal of wat ze daarvoor aanzien. Nou, berg je dan maar. Want wie mogen er weer als eerste de brandstapel op? Wij niet hoor, ons hebben ze te accepteren. Maar ondertussen moet je wel pikken dat je op straat door een of andere Marokkaanse rotzak wordt uitgemaakt of ietsje flikker. Als we weer terug zijn in de jaren 50. Heb je voor een beetje vrijheid gestreden, krijg je dit. Ik ben nooit racist geweest, maar ik word het gemaakt. Ah, schei uit, Aldo, jij racist. Natuurlijk niet. Ik ben toch niet achterlijk. Ze zijn van hetzelfde ras als wij, maar er is een cultuurverschil. Maar ja, begin er eens over, zoals Bolkestein heeft gedaan, of die Pim Fortuyn, een enorme kwast, maar toch? Het eerste wat je naar je hersens krijgt is, je bent geen cultuurrelativist. Nou, waarom moeten wij dat zijn terwijl zij het helemaal niet zijn? Zo'n Mohammed Rabbai bijvoorbeeld, GroenLinks nota bene, die heeft het gezegd. Jullie moeten er maar aan wennen dat er culturen bestaan waar ze van homoseksuelen niks moeten hebben. En dat zit in de Tweede Kamer. En geen hond komt er tegenop. En dan heb ik het over een paar jaar geleden, maar ondertussen gaat het gewoon door. Nu willen ze weer een islamitisch middelbare school in Rotterdam. En regen maar dat die er komt. En wat denk je dat ze daar leren? Nou, niet dat nichten zo enig zijn. Weet je hoe het voelt, Roy, of ik hier in een loopgraaf zit? Als je eens wist wat ik soms voor me zie, hè? Hele visioenen. Dat ze de straten doorgaan en je huis binnendringen. En alles en iedereen controleren. Stokslagen en steniging. Zoals de mullahs doen in Iran of de Taliban in Kabul. Ja, Aldo. Oude reus. Je bent echt fobisch. Roy, als jij me niet serieus neemt, oké, maar dan heb ik liever dat je gaat. Doe nou, Aldo. Ik heb nog maar een paar mensen over in mijn leven, maar wie mij behandelt als een oude gek is vrij van ingaan. Rot alsjeblieft op. Je meent het echt, hè? Ja, oké.